dames en heren, Manny Bont is de naam. En ik tune even bij u in. Want het is tweede kerstdag en dat is misschien nog wel leuk voor te vertellen. Gisteren was het eerste kerstdag en ik dacht bij mijn eigen, weet je wat? Ik blijf dit jaar maar eens thuis, hè? Ook prima. We hebben hier beneden in de oase altijd gezelligheid met elkaar. Fijn, ik ga zitten daar en ik kijk, ik zie het in de verte, zie ik meneer Cadé zitten. Nou, dat is een aardige man, zit altijd maar alleen. Dus ik roep, hey Cadé, hoe is het ermee? Hij zegt van dat gemaakt, mevrouw Bonte. Nou, hartstikke leuk. Heb je even een praatje met elkaar? Enfin, komt er een vrouwtje naar me toe. En ik had er al een paar keer gezien. Die heb een betrekking hier sinds anderhalve week of wat. Ze had er eigenlijk nog geen ene keer aan mij voorgesteld. Vond ik al apart. Enfin, ze komt naar me toe. Ze zegt, mevrouw Bonte, zou u misschien een beetje zachter kunnen praten? Ik zeg, wat zeg jij? Ze zei, nou, of u een beetje zachter kan praten. He, dat zijn mensen die last hebben, omdat u zo hard praat. Ik zeg, oh, praat ik te hard? Ik zeg, zo ben ik geboren. Daar kan ik niks aan doen. Ik praat altijd hard, ik heb een harde stem. He? Ik zeg, maar dat is nou het eerste wat je tegen mij kon vertellen? Ik weet godverdomme nog ineens hoe je heet. He? Dus ik zeg, luister eens, wie hebt dat gezegd? Ja, nee, dat doet er niet toe. Maar diverse mensen hebben last van dat u te hard praat. Ik zeg, nou, dan kun jij tegen diverse mensen zeggen dat mevrouw Bonte gewoon wel even ergens anders gaat zitten. Hè? Mevrouw Bonte gaat wel even naar de eigen kamer, dan gaat ze op de eigen kamer heel hard zitten praten. Fijn, ik ben gelijk weggegaan. Ik ben niet meer teruggekeerd ook. Nee, ze kennen van mij dat hele kerstfeest in de Holdhaven. Fijn, ik ben naar mijn eigen kamer gegaan. Ik heb tegen zijn zustertje hier op de gang gezegd, ik kom altijd even een sigaretje bij me roken. Ik zeg, maar weet je, kun jij voor mij even die televisie op Chateau Meiland zetten? Daar ben ik vreselijk gek op. Had ik helemaal gemist de afgelopen dagen. Heb ik alle kerstafleveringen achter elkaar heerlijk zitten kijken. Ik heb vreselijk genoten. Dat zijn gewoon ook mensen die geven nergens om. Die zeggen gewoon wat ze denken. He, niks van, zus of me zo. Nee, die zeggen gewoon eerlijk hoe ze er tegenaan kijken. En fan ben ik natuurlijk helemaal van Erika. Wat een topwijf is dat. Die trekt er eigenlijk nergens niks van aan. Hè? En die zet overal de schaders onder. Dus ik had alsnog een topavond. Vervolgens werd ik ook nog gebeld door Facebook. Ze zeggen, joh, mevrouw Bonte, weet u dat u al bijna op de 400.000 views zit? Met uw kersthit. Ik zeg, nou, dat is leuk. 400.000. Ze zeggen, nou, het komt erop aan, maar wie weet redt u het dit jaar nog net. Mij zien ze beneden niet meer, het hele jaar niet meer, want ik laat mijn eigen niet in de maling nemen. Dus mensen, fijne kerst van dat gemaakt. Fijn, het is kerstfeest. Ik ga nergens meer heen. Maar mijn hoor je niet klagen. Ik heb het prima alleen. Ik laat mijn kerst niet vergallen door zo'n uitgekookt wijf. Met een zuinige feestje en de oncourant lijf. Een heel gelukkig kerstfeest en een prachtig nieuwjaar. Dat alles maar beter wordt. Dat alles maar beter. Voor ons en elkaar. Maak geen bonje. Wat, dat maak ik zelf nog wel uit of ik bonje maak of niet. En trouwens, dat is geen bonje. Dat is gewoon woorden hebben met elkaar. Ze nemen gewoon een loopje met me. We zouden onder elkaar zijn met de kerst. Rob, Jowelle, die kleine jongen en ik. Ik laat me eigenlijk niet in de maling nemen.